De staat Suriname zal tussen 10 en 15 miljard US dollar kunnen verdienen als de Macabron, de eerste olievondst, in productie wordt gebracht. Dit zei Agnes Munsi Sokowi-Krumo, financieel directeur van Staatsolie, gisteren op een persconferentie in Hotel Torarica. Dat bedrag is gebaseerd op een periode van 20 jaar. Munsi zegt dat de staat per jaar tussen de 500 en 750 miljoen US dollar zal verdienen. Deze opbrengsten zijn afhankelijk van de olieprijs, de productie en de kosten. Om dichterbij die 15 miljard US dollar te komen, heeft Staatsolie de optie om voor 20% te participeren aan dit fonds. Munsi wijst erop dat er voor Suriname meer te halen is als de olieproductie op gang komt. De totale kosten om zo'n veld tot ontwikkeling te brengen is ongeveer 6 tot 7 miljard ontwikkeling en productie voor de hele periode. Dus als Staatsolie wil meedoen, moeten we ervoor zorgen dat we tussen 1 en 1,5 miljard gaan opbrengen. En wij moeten ervoor zorgen dat de financiering daarvan in orde komt en dat we ready zijn. En daarvoor gaan we ook de staat voor nodig hebben, want we kunnen dat niet alleen doen. Daarvoor zijn er ook andere omgevingsfactoren nodig, of ook support van de overheid nodig om ervoor te zorgen dat we succesvol door dit financieringstraject gaan. Dat is het eerste wat we willen realiseren, zodat we dichter bij die 15 miljard komen en niet aan het begin van die 10 miljard. Het tweede wat we willen realiseren is heel erg belangrijk. Dat zijn de inkomsten, de olieinkomsten wat ik daarnet heb behandeld. Maar er is meer om te halen. Er is meer om te halen als we de olieproductie hebben. En dat is wat we noemen local content. Wat kan er van over, wat kunnen we als Suriname van overhouden, van die investeringen, van die spin-off? Daar hebben we in 2018 een uitgebreide studie voor laten doen. En die studie heeft drie aandachtsgebieden naar voren gebracht. Drie hele belangrijke focusgebieden. Het eerste is de toelevering van goederen en diensten. Munsi zei verder dat wanneer de productie op gang komt, het de arbeidsmarkt ook ten goede zal komen. Ze gaf aan dat er een goede connectie nodig zal zijn met het onderwijs om te weten welke arbeidsplaatsen nodig zullen zijn. En wij denken aan een Energy Academy, natuurlijk ook gefocust op de olieindustrie, maar ook met name op offshore. Dus dat is een onderdeel waar we zeggen, de arbeidsmarkt, dat is een focusgebied wat we ook kunnen meenemen. Want hoe meer mensen we hebben op het boorplatform, hoe meer kennis, hoe meer ervaring, hoe meer technologie we ons eigen kunnen maken. En dat is verschrikkelijk belangrijk. Het derde is de shorebase. Dat is een fysieke plek van waaruit goederen en diensten kunnen worden geleverd. En je begrijpt dat hoe meer je vanuit je eigen lokale omgeving kan toeleveren aan het boorplatform, hoe goedkoper het is voor het project. En daarmee hebben we ook becijferd dat met deze shorebase Suriname 6% van de totale projectkosten, dat is 6 tot 7 miljard, dat we dat kunnen overhouden voor Suriname. Zijn ondernemers, zijn alle toeleveranciers, alle mensen die betrokken kunnen zijn bij de toelevering van goederen en diensten. Dat is ongeveer een 20 miljoen op jaarbasis wat deze shorebase voor Suriname kan betekenen. Agnes Munsi Sokowi-Krumo, financieel directeur van Staatsolie. Zij sprak gisteren in Hotel Torarica over het belang van de olievondsten voor Suriname.